Ja, goedenavond en welkom. De politie en het parquet in Gent vragen uw hulp om de twee mannen te identificeren die vorig jaar tijdens de Gentse feesten een meisje van 15 hebben verkracht. Dat gebeurde op straat in de Nodenaesteeg, een zijstraat van de Veldstraat, pal in het stadscentrum. Ze vertelt ons wat haar die avond is overkomen. Anoniem. We geven haar de schuilnaam Laura. Er was die nacht nog veel volk op de been. Misschien heeft u wel iets gezien en kan u helpen. De Gentse feesten. Op woensdag 23 juli 2014, rond 2 uur 's nachts, is een tienermeisje op stap met een jeugdvriend. Ze blijven die nacht bij zijn mama slapen, die in het centrum woont. Voor ze naar huis gaan, maken ze nog een stop. Mijn vriend had honger en we gingen naar de McDonald's. Ik bleef buiten wachten, omdat ik een sigaret wou roken. Opeens komt er een man bij mij, een jongen, halfstijlijk, bij mij om een vuur te vragen. Ik had hem vuur gegeven en hij ging weg en dan kwam hij terug. En dan zei hij, ik ga hier blijven staan omdat ik wacht op een vriend. En dan heeft hij niets meer gezegd. Zat hij ons niet op zijn gsm. Eerst lijkt de man gewoon vriendelijk, maar dat verandert wanneer de vriend van het meisje buiten komt. Voordat ik iets kon zeggen, dan legde hij zijn arm op mijn schouder om te zeggen dat ik een vriendin was van. Ik was bang en woord. En opeens komt er een grote groep jongeren voorbij en ik was iedereen kwijt. Laura voelt zich helemaal verloren. Ze ziet haar vriend nergens meer. Is hij misschien verder gewandeld? In paniek ben ik naar de Veldstraat gelopen. Dan keek ik achter mij, maar die jonge gast die liep wel achter mij. Dus uit schrik ben ik eigenlijk in de straat gelopen van de Massimo Dutti. Ik ben mij achter een muurtje gaan zetten. Uit schrik. Ik heb daar 10 minuten gezeten. Gewacht. En denken dat hij weg was. Ja, dat was niet zo. We staan hier aan de Nodenaesteeg. Het is hier dat het gebeurd is, hè? Dat klopt. Het meisje is van de McDonald's gekomen via de Veldstraat naar de Nodenaesteeg. Heeft zich achter dat muurtje weggestoken. Er was hier heel veel volk, Gentse feesten, tussen 2 à 3 uur 's nachts, het uur van de feiten. Jullie zoeken dus mensen die het meisje of de verdachte op deze plaats hebben gezien? Dat klopt. We hebben een robotfototekening van de dader. Het betreft een jonge man, schat de leeftijd rond 20 jaar. Draagt een oorbelletje, wij vermoeden een nepdiamantje. Heeft een bles in het haar met gel in, allochtoons origine, getaande huidskleur. En die man droeg een blauwe Hollister trui met het tekentje erop en een blauwe trui erbovenop met een kap. Hij spreekt Nederlands met een accent van de plaats hier. Dus het zou iemand van hier kunnen zijn? Zou best kunnen. Deze persoon heeft dus het meisje aangesproken aan de McDonald's. Klopt. Ze is in paniek geraakt, is dan de Veldstraat ingelopen. Ja. En dan deze steeg in om zich te verbergen. Zo is het gebeurd. Ik had gewacht en denk dat hij weg was. Ik kwam in de straat lopen. Hij heeft mij een duw gegeven op mijn rug. En dan was even alles zwart. Toen kwam een andere vriend in de straat lopen. Het enige wat ik nog weet is dat zijn vrienden de sigaretten roken. Ze waren eigenlijk altijd aan het lachen. Tegen elkaar bezig, maar ik verstond niemand tot in een andere taal. Ze hadden een vuile grijns op hun gezicht. En dat was precies of dat ze daar gewoon waren. Dus dat ze dat leuk vonden om iemand te pinten. Toen dat er een koppel in de straat is gelopen, dan liet ze mij daarachter en zijn ze gewoon zo vlug mogelijk weggelopen. Naar het water toe. Ça va? Alles oké? Het
was een redelijk jong kop. En ze zagen dat ik aan het wenen was en ze vroegen wat er gebeurd was. Ik keek op dat moment gewoon naar beneden. Ik ben gewoon doorgelopen en ik heb gezegd dat er niets was, dat ik gewoon ben vallen. En dan ben ik doorgelopen richting de Veldstraat weer. Omdat de meeste mensen daar liepen. Het meisje is dan hier uit de steeg gekomen, is dan naar de Korenmarkt gewandeld. Maar jullie willen vooral weten wie het koppel is dat het meisje heeft aangesproken. Dat klopt. Dat koppel is bijzonder belangrijk voor ons. Ze hebben gezien dat er iets scheelde. Ze hebben het meisje aangesproken en gevraagd wat er aan de hand was. Ze zijn ook nog weggegaan in dezelfde richting van de daders. Zij gaan waarschijnlijk details gezien hebben die voor ons heel belangrijk zijn. Wat weten jullie tot nu toe over het koppel? Wij weten daar feitelijk heel weinig van. Het is een man en een vrouw, vermoedelijk jonge mensen. Meer weten we er echt niet van. Ja, dus het is belangrijk dat ze zich melden. Het is heel belangrijk dat die mensen zich melden bij de politie. Laura heeft die avond aan niemand iets durven vertellen. Ook de dagen en weken daarna kan ze er niet over praten. Ik schaam me er echt hard voor. Ik was stil die periode. Ik zei gewoon dat ik een beetje in de knoop zat met mijn neef. Tot haar ouders 4 maanden na de feiten een brief vinden, waarin ze schrijft wat er is gebeurd. Het was eigenlijk een afscheidsbrief. En ja, stond in dat niet aan hun lag. Dan zijn goede ouders waren. En dan op het einde heb ik het vertaald. Wat ik heb meemaakt en dat eigenlijk allemaal daardoor kwam dat ik die brief schreef. En dan zijn we naar de politie gaan een klacht gaan indienen. Nu, een jaar later, zijn de daders nog altijd spoorloos. En daarom vertelt Laura haar verhaal. Ik vind het eigenlijk echt wel heel belangrijk dat ze vonden, ook voor mijn eigen, dat ik weer meer terug veilig voel als ik aan hen loop. Ik kan daar nu nog altijd niet zo goed mee omgaan. We zijn dus op zoek naar de 2 mannen die in de nacht van 23 op 24 juli 2014 een minderjarig meisje hebben verkracht. De eerste dader is van vreemde origine. Hij heeft een getaande huidskleur en donker haar. Hij spreekt vlot Nederlands en is ongeveer 20 jaar oud en 1,80 meter lang. Van de tweede dader is er nog geen robotfoto. Ook hij is van vreemde origine. Hij is iets kleiner en molliger dan de eerste. En bent u het koppel dat het meisje die nacht heeft aangesproken, dan vragen we u om zich te melden bij de politie, want u bent een belangrijke getuige. Bellen kan naar het nummer 0800 30 300 of u kan ook mailen.